Welkom bij een nieuwe aflevering van Nathan Helpt. Jazeker, we zijn er weer. Je hebt ons gemist, hè? Dat dacht ik al. We moesten natuurlijk even eruit vanwege het coronavirus. Maar ondertussen kunnen we alweer lekker beginnen met voetballen. En heb je dat waarschijnlijk ook wel gedaan. Ik vraag me alleen wel één dingetje af. Hoe hebben kinderen nou kunnen ontdekken of ze voetbal wel leuk vinden? Want de clubs waren toch dicht? En hoe gaan ze dat doen deze zomer? Ik ga er even iemand bij halen, denk ik. Die weet vast het antwoord. No way! No way! No way! Kom maar, lieverd! Oh, daar komt ze, moet je kijken, wat een sprint. Die heeft geoefend deze zomer dan. Box, box, box! No way, wat vind jij nou eigenlijk zo leuk aan voetballen? Ik vind het een leuke hobby. Ik vind het leuk om te pasen, om te scoren. Zo. Hey, en hoe ga je dat nou deze zomer doen? Ja, goed spelen. Ja? Yeah? Goed gezond zijn. Wow! En scoren. En hoe werkt dat dan, goed gezond zijn? Goed naar bed, groente eten, fruit en water. Nou, Noé, ik heb hier niks op aan toe te voegen. Wat een geweldig verhaal. Hey, en Noé, ik denk dat we eigenlijk jouw team er ook bij moeten gaan halen. Want ja. Ik wilde jou eigenlijk nog vragen, denken zij er ook zo over, Noé? Want ja. Jij zegt, denk je dat? Ja. Heb je het wel eens met ze besproken? Ja. Zullen we dat doen dan? Zullen we ze erbij gaan halen? Ja. Oké, tik hem aan. Oké, kijkers! Ja! Woehoehoehoe! Kijk eens wat een snelheid. Nou, je hebt niks te veel gezegd over je ploeggenootjes. Oké, toppers. Jullie mogen lekker gaan zitten. Ja. En jullie mogen lekker gaan staan. Ja, dat was ja, een grapje. Kijk. Nee, joh, zitten. Oh nee, toch staan. Ja, jij stond. Oké, nou zitten. Hey, toppers. Wat supergoed en wat fijn dat ik vandaag bij jullie mag komen. En ik heb wat vraagjes voor jullie. Wat vinden jullie het leukste aan voetbal? Wie wil daar antwoord op geven? Even kijken. Ja, je was wel heel vroeg. Nou, vooruit. Vang hem. Huppakee. Leg hem uit. Ik vind het een leuk sport omdat ja, je hebt er gewoon veel plezier in. Ja, zeker. Geef de bal maar door. Omdat je samen speelt en samen is het leuker dan alleen. Wat een mooi antwoord, zeg. Veel plezier hebben ook. Veel plezier hebben. Geef de bal maar door. Ja, eigenlijk ook gewoon dat je met vrienden speelt. Ja? Ja, om te scoren. Scoren natuurlijk. Wat vind je het leukste als je aan het voetballen bent? Ja, er zit veel actie in. Je kan lekker rennen, je kan lekker losgaan. Ja. Verdedigen en de bal naar voren schieten. Verdedigen, ja, dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Super zeg. Hé, hey, en wat nou? Het is straks zomervakantie. Wat gaan jullie dan doen? Voetballen met mijn vrienden. Met je vriendjes? Ja. En zitten al jouw vriendjes op voetballen? Ja. Ja? Hey, en als je dan weer bij de club mogen? Speel je dan ook met vriendjes die misschien nog niet voetballen? Ja? En zijn dat veel vriendjes? Ja, best veel. Heb je wel eens gevraagd aan je vriendjes of ze misschien een keer met jullie mee willen? Dat weer niet. Want als jullie voetballen zo geweldig vinden, is het natuurlijk hartstikke leuk als je die kinderen ook meevraagt om een keer mee te trainen. Ja, toch? Ja. Dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Nou, toen ik nog niet op voetbal zat, toen zat een vriend van mij al wel op voetbal en die vroeg of ik mee wou trainen. Wauw, fantastisch. Dus eigenlijk ben je door dat vriendje begonnen met voetballen? Ja, eigenlijk wel. Nou, het zou toch geweldig zijn als we iedereen in de wijk die eigenlijk wel graag voetbalt ook nog bij Excelsior Maassluis krijgen? Of bij een andere club in de buurt? En dan maakt het niet uit hoe groot je bent, hoe klein je bent. Of je een meisje, of je een jongen bent. Het maakt allemaal niks uit, hè? Nee. Want meiden, hè? Ja, goed, hè? Goed, hè? Meiden. Ja, hè? En weet je wat ik allerleukste vind van voetballen? Echt allerleukste? Partijtje spelen. Zullen we met z'n allen nog een keertje partijtje spelen? En partijtje spelen natuurlijk! Scoren! Woehoe! Ja! Woehoe! Zo! Heel veel voetbalclubs organiseren in deze zomerperiode geweldige activiteiten. Bekijk het aanbod. Voetbal je wel, voetbal je niet. Het maakt allemaal niet uit. Vriendjes en vriendinnetjes, neem ze mee naar de club bij jou in de buurt. Want ik ben ervan overtuigd dat je een geweldige zomerperiode krijgt. En we houden allemaal toch wel heel erg van voetballen. Heb je nou mijn hulp nodig? Maakt niet uit waar het over gaat. Als het maar te maken heeft met voetballen, dan kom ik misschien nog wel een keer bij jou langs. En dan zie ik jou natuurlijk weer de volgende aflevering bij Nathan Helpt. Hoi! Doei!